Eind 2014 heeft de gemeenteraad de begroting van de gemeente vastgesteld voor de komende jaren. Als gemeente hebben we jaarlijks 350 miljoen euro te besteden. Dat is ongelooflijk veel geld, maar daar moet ook ongelooflijk veel voor gebeuren. En net zoals veel andere overheden moet ook de gemeente Helmond de komende jaren gaan bezuinigen. 10 miljoen euro maar liefst. Het grootste gedeelte van dat bedrag bezuinigen we op de gemeentelijke organisatie, maar liefst 3 miljoen. Daarnaast bezuinigen we 1 miljoen op cultuur, 500.000 op wijkaccommodaties en ook een fors bedrag op het beheer van de openbare ruimte. De hoogte van de bezuinigingen die staat vast, die is door de gemeenteraad bepaald. Maar de invulling die staat nog open en dat hebben we heel erg bewust gedaan. Wij willen juist gebruik maken van de kracht van de stad, van de creativiteit van de mensen die in Helmond wonen en werken en leven. Dat is dan ook de reden dat wij ervoor kiezen om een discussie te gaan voeren over de bezuinigingen. Iedereen kan ideeën aandragen. We gaan dan ook als gemeentebestuur al jullie ideeën lezen en gaan bruikbare voorstellen dan ook zeker meenemen in het voorstel wat wij zullen maken voor de gemeenteraad. We nodigen jullie van harte uit om daarover mee te praten. Hier online op de weblog van Helmond en op 28 januari hier in de Westwijzer. Voor ons als gemeente is dit ook best wel een spannend traject. We hebben dit nog nooit zo eerder gedaan. Maar toch doen we het omdat we erin geloven en omdat we er vertrouwen in hebben dat er iets moois uitkomt. En we zien dit ook echt als een eerste stap om samen met jullie de begroting van Helmond verder vorm te geven. Ik hoop in ieder geval op jullie goede ideeën en ik reken op jullie creativiteit. Want samen komen we verder en mensen die maken de stad.